Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Regering en Rafaxuur Plus bereiken principeakkoord over loonsverhoging, toekomstperspectieven en beleid in hoger onderwijs, stuurgroep Landelijk Woningbouwprogramma richt zich op ontwatering, landcreatie en verkeersontsluiting, agro-coöperaties in Nikeri ondersteund met tractoren door de regering en Suriname wil duurzame bestaansmiddelen creëren door klimaatfinancieringsmechanismen. De regering en de samenwerkende vakbonden hebben in de nacht van 2 op 3 september een principeakkoord bereikt met betrekking tot de loonsverhoging voor ambtenaren en daaraan gelijkgestelden. Tijdens de onderhandelingen op het kabinet van de president is een totale verhoging van 20% overeengekomen. Daarnaast wordt het bedrag van SRD 3500 dat als koopkrachtversterking werd uitbetaald in het salaris opgenomen. Over de uitvoering en fasering hiervan wordt nog verder onderhandeld. De vakcentrales en bonden waarmee overeenstemming is bereikt, werden vertegenwoordigd door onder andere Michael Miskin van de CLO, Armand Sunder, PWO, Robbie Berenstein, C47, Glenn Swami Persat, BPOW, Rishma Mangre, BVL ALS en Marcelino Nerkust, VOLS. President Santokki gaf na het bereiken van het principeakkoord aan dat de onderhandelingen in een goede sfeer zijn verlopen. Het waren lange gesprekken, maar in een open en eerlijke sfeer. Het resultaat is uiteindelijk een mooie uitkomst. Het staatshoofd sprak zijn dank uit aan vakbonden voor een constructieve houding en bijdrage met voorstellen en ideeën. Hij gaf tevens aan dat de vruchten van het prudente beleid van de regering steeds zichtbaarder worden. De koers daalt en stabiliseert zich verder, terwijl de inflatie sterk is teruggedrongen. Het staatshoofd merkte op dat de regering in goed overleg blijft met alle partijen en streeft naar breed draagvlak voor de bereikte resultaten. De loonsverhoging houdt direct verband met de toelagen, overuren en pensioenen van zowel ambtenaren als gepensioneerde landsdienaren. De uitvoering van de overeenkomst zal zodanig plaatsvinden dat de macro-economische stabiliteit wordt beschermd. Ten slotte benadrukte de regeringsleider dat er in eenheid moet worden samengewerkt aan de duurzame ontwikkeling van het land. Op dinsdag 3 september werd in het Senatiegebouw een persconferentie gehouden waarbij de directeuren van diverse hoge onderwijsinstellingen een uitgebreide toelichting gaven op hun beleid. Tijdens de bijeenkomst werden het verloop van het afgelopen academische jaar en de vooruitzichten voor het komende jaar besproken. Er werd ook aandacht besteed aan de toekomstperspectieven van hun instellingen en de maatregelen die worden genomen om de toegankelijkheid van het hoger onderwijs verder te bevorderen. We hebben sinds kort een directie hoger onderwijs en het is belangrijk dat we samen toch de doelen formuleren waar we naartoe gaan. En als minister van ook wetenschap en natuurlijk is het belangrijk om hoger onderwijs, waaronder hbo-instellingen en de universiteit vallen, maar ook een stukje wat je dus vandaag niet hier ziet, dat zijn natuurlijk de particuliere sector. Het is belangrijk om te reflecteren dus op het afgelopen jaar en kijken naar het perspectief van het komend jaar. We hebben zelf een plaatje gemaakt wat mijn hobby is om naar te kijken hoe ingewikkeld dat vraagstuk is rond hoger onderwijs. Je hebt de vraag natuurlijk van de markt,
Je hebt de academici en de HBO'ers en de overheid. Nu gaat het erom, je moet een stukje beleid gaan coördineren wat een aantal vragen heeft. Vragen, aanbod, kwalificatie, wat hebben we nodig in ons land? We hebben veel sectoren die enorme potentie hebben, agrarische sector. We hebben natuurlijk de mining met goud, bauxiet en oil en gas. We hebben de toerisme sector. We hebben natuurlijk ook hout en de houtindustrie en dienstverlening. Nu daar vragen ze dus enorm veel kwalificaties. Vragen, aanbod moet daarop worden afgestemd, behoefte van Suriname. Aan de andere kant heb je dus de overheid die een stukje beleid moet organiseren richting de instituten waarvoor we hier zitten, een stukje subsidie, maar ook kwaliteitszorg waarover moeten we hebben. Maar wat biedt die markt? We gaan het niet alleen kunnen met overheidsinstellingen, we gaan het hebben ook met heel veel instellingen van de private sector die groeien als kolen in ons land. De concurrentie is onvoorstelbaar. De vraag is met erkenning, met natuurlijk bestaansrecht en accreditatie. Maar wij moeten daar binnen dus coördineren. Maar het tweede plaatje is belangrijker. Als je kijkt naar de beroepsbevolking, zie je op basis van de census van 2012, gelukkig dat we dit jaar met de census van 2024 gaan starten, het Statistiekbureau. Het is belangrijk dat wij kijken globaal naar die driehoek van opleidingsniveau, daar zie je toch op basis van 12 jaar geleden dat we 7% ongeveer hebben gemeten. MBO 23 en 70%. Dit is geen mooi plaatje, die foto is niet mooi. Ik hoop dat die census van 24 echt waar uit gaat wijzen dat er in de afgelopen 12 jaar een substantiële verbetering heeft plaatsgevonden. Ik vermoed het ook. Dan gaan we kijken dus naar die organisatiestructuur. En strategisch kijken naar een stukje beleid, aanpak. Ik moet flink gaan werken aan een stukje studiebeursenbeleid en studiefinanciering, wat heel erg speelt in onze samenleving, zeker met het armoedevraagstuk. Doelgroepen, willen we die doelen halen net vanuit de driehoek, ga je veel meer toegankelijke studiebeursen en studiefinancieringsproducten op de markt moeten zetten. Daar hebben we onze partner NOB bij, maar zij zijn ready voor, maar we moeten die middelen wel op het juiste moment ook vrijgeven. We moeten kijken natuurlijk wat die toegankelijkheid van het hoger onderwijs moet bevorderen. Dat betekent, je moet ook kijken naar de inschrijfgelden, de tegemoetkomingen die we kunnen doen. Een eerste stap is al gedaan, moedig, maar het is echt niet genoeg. We gaan die evaluatie doen van de studiefinanciering en de studiebeursenbeleid. Wat doe je in het buitenland? Wat doe je lokaal? En het platform is belangrijk en de implementatie van het hoger onderwijs. Dat zijn voor mij wat betreft een aantal concrete doelen voor het komend jaar waar we heel systematisch aan gaan werken, mensen. En dat is belangrijk dat wij met elkaar in communicatie treden en in staat zullen zijn met elkaar veel meer communicatie te hebben over hoe we dat inzetten. Alle instituten hebben zo hun issues. Ik heb geluisterd, ook veel financieringsvraagstukken, veel achterstallig onderhoud. Personele zorg die u heeft, maar we gaan samen toch wel veel meer het platform moeten opzoeken om met u allen samen te kijken hoe we het hoger onderwijs kunnen tillen naar het niveau waar dus het ambitieniveau van de samenleving past met die sectoren die in ontwikkeling moeten komen. De stuurgroep Landelijke Woningbouwprogramma heeft projecten gepresenteerd aan president Chandrika Prasad Santokhi, waarbij de focus lag op ontwatering, landcreatie en verkeersontsluiting. De presentatie werd verzorgd op 2 september. Bij deze gelegenheid waren aanwezig de ministers Stanley Raghubarsing van Financiën en Planning, Mashanu Dasai van Ruimtelijke Ordening en Milieu en Parmanant Soudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Evenals een team van deskundigen, waaronder die van het ministerie van Openbare Werken. We hebben een presentatie gehad waarbij we natuurlijk een aantal zaken die mede te maken hebben met het landelijke woningbouwprogramma aan de president en
Ik dacht dat er 3 ministers erbij waren, gepresenteerd hebben. Natuurlijk de minister van OE, die is dus uitlandig, maar hij heeft zijn team dus gestuurd. En aan hun hebben we dit alles gepresenteerd. De bedoeling van deze presentatie was om dan met elkaar te stroomlijnen. Waarbij ik dan heel concreet noem de landelijke woningbouwprogramma dat wij dus nu geïnitieerd hebben. En dat nu gestart is. Aan de andere kant dat het asfalteringsprogramma, dat heel erg belangrijk is, dat dat afgestemd wordt op het woningbouw, landelijke woningbouw en verkavelingsprogramma. En mede in dat kader ook nog ontwatering. Ja. Tal van andere zaken die dus daarbij allemaal bij horen, hebben we dat allemaal vandaag meegenomen in een totale presentatie aan de president, de ministers en de overige mensen die dus hier aanwezig waren. We hebben dus aangegeven dat een van de zaken die gerealiseerd kan worden en dat zelfs budgetneutraal gerealiseerd kan worden, is landaanwinst. Wanneer we de Suriname rivier aan 250 meters afbakenen, dat we dus daardoor land creëren, maar dat we tegelijkertijd buffermogelijkheid voor het overtollige regenwater waar we van last hebben in Paramaribo, Groot Paramaribo, dat we dus buffermogelijkheid daarvoor creëren. Dat we ook nog een damwand aanbrengen. Ja? En dat zou moeten beginnen aan het begin van onze nieuwe haven, lopende tot naar Leonsberg. Dat is 10 kilometer lang, 250 meter in de Suriname rivier. En we zouden daardoor heel veel zaken natuurlijk voor het land kunnen realiseren met dat stukje van, laat me zeggen, terreinwinst. Maar we zouden dus op die damwand, een 25, 30 meter brede damwand, zouden we dus een hele goede brede weg kunnen aanleggen met snelverkeer en nog een aantal andere zaken. Toerisme, ja, dat er hotelketens daar opgezet kunnen worden op dat stuk terrein. De president maakt zich zorgen over de haalbaarheid. Deze regering zit nog een jaartje aan. En wat zou dus nog in een jaar gedaan kunnen worden. Maar een aantal van de projecten waar wij vandaag over gesproken hebben zijn regeringsoverstijgend. Ja, dit wat ik noem van landaanwinst, dit is regeringsoverstijgend. Als nu binnen deze ene jaar nog het besluit genomen kan worden daarover en het project zou kunnen starten, dan gaat de uitvoering van zo'n project zeker een 3 jaar in beslag nemen. En aan de andere kant zijn tal van andere projecten genoemd, asfalteringsprojecten. Die zijn natuurlijk ook regeringsoverstijgend. Als ze geïnitieerd zijn nu en nog niet voltooid zijn in de komende 1 jaar dat deze regering nog aanzet, dan zal het door de volgende regering verder in uitvoering. Zeven agro-coöperaties in het district Nikeri hebben zaterdagmiddag de sleutels ontvangen van 13 tractoren die voornamelijk zullen worden ingezet voor de grondbewerking van rijstarealen. Deze landbouwmachines zijn voor 25% gefinancierd door de overheid. De overige 75% zal door de coöperaties zelf worden betaald. Hiervoor hebben de coöperaties via het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness, NOVA, elk ongeveer 4 miljoen Surinaamse dollars geleend. Ze zullen deze lening over 8 seizoenen bij de bank moeten aflossen met een rente van 5,5% en een aflossingsvrije periode van 10 maanden. On behalf of Trust Bank Amana, we are a fund manager for NOFA Fund, and today we are distributing through the NOFA Fund. There is a loan established for corporations, farmer corporations, and we are giving the tractors keys to them. And this is one of the achievements for the fund itself and the bank, that we achieved
to give a big quantity of tractors to the farmers of the Nikkeri. We are appointed for the government for KAMO fund also. We are already a NOFA fund manager. We are working for financial inclusion and mainly like the people who can onboard us with us without if they have a 35,000 income SRDs, right? So we don't need to have any document, and within seconds they can open the account. They can go online, just submit the digital ID of Suriname and they can have an account. So that is helping the government towards the financial inclusion. And more, we are working for the farmers and everyone. They can digitally onboard with us. They can go our website. They can fill the application. So practically, they don't need to visit physical branches. They can do so many things digitally. And that is our major scope right now. NOFA Fund is mainly for farmers. But as a trust bank, we are open for any type of facility which we can help towards the development of economy. We are available and we are doing so many like this projects. Any individual, like for a mortgage or any other help they would like to come to visit, we are there for them. Vandaag vindt de overdracht van tractoren plaats aan de coöperaties, de 12 coöperaties, landbouwcoöperaties van Nikkeri. Het gaat om ongeveer 1200 boeren. Als je praat over coöperaties, dan gaat het om 12 coöperaties. De coöperaties komen in aanmerking voor die machines. En ze gaan werken in hun gebied onder hun boeren. Ja? Dus 12 coöperaties voor de boeren die. Om arealen, reisareaal te bewerken. Ja? En het is niet alleen voor bijvoorbeeld, ik ben van Wasima. Maar als er iemand buiten mijn gebied vraagt, een verzoek doet op ons, aan ons om dan voor die persoon te werken, dan gaat het ook daar naartoe. Tegen betaling natuurlijk. De boeren gaan ook betalen. Natuurlijk tegen een zeer laag bedrag. Dan we nu betalen aan een tractorhouder. Voor de landbouw, voor de boeren. Het zijn ook voor groenteboeren die vragen om hun... Ze hebben een terrein en ze vragen dat ze het kunnen ploegen. Nou, dan wordt het ook daarvoor gebruikt. De centjes moeten binnenkomen om af te lossen. Zijn er nog andere projecten in de toekomst? Jazeker. We hebben ook gevraagd voor graafmachines. Dus tenminste één per coöperatie. En ook combine, laten we zeggen in de toekomst, welke we onder ons beheer willen hebben. Minister Marciano Dassai van Ruimtelijke Ordening en Milieu is tijdens een persconferentie op 3 september breedvoerig ingegaan op de materie van koolstofkredieten, emissiereducties en koolstofverwijderingen. Suriname ontvangt alleen kredieten voor het resultaat van succesvolle nationale actie om ontbossing en bosdegradatie tegen te gaan. De bewindsman merkt op dat Suriname voorlopig zal worden beloond voor de koolstofreducties en verwijderingen voor de gebieden land die we niet hebben ontbost. Hij stond voornamelijk stil op het creëren van duurzame bestaansmiddelen met behulp van ITMO's. Ongeveer 2 weken geleden hebben we dus bekendgemaakt dat we officieel ITMO's op de markt hebben gebracht als land. En ITMO's zijn International Transferable Mitigation Outcomes. In het kort, carbon credits. En het zijn carbon credits die we hebben kunnen ontwikkelen uit onze reductieactiviteiten. We hebben laten zien dat we binnen één sector, dat is dus de bosbouwsector, hebben we kunnen zien dat wij reducties hebben kunnen krijgen vanwege verbeterde houtkap. En dit hebben we dus kunnen ontwikkelen tussen 2016 en 2020. De reducties die we hebben kunnen bereiken in 2020, die zijn de bekende ITMO's. En deze ITMO's hebben een levensduur van 30 jaar. Een bedrijf die dit zou kunnen kopen, of een land die dit zou kopen, zou dit kunnen gebruiken om in 2050 hun carbonbalans te kunnen aanpassen. En dat is dus iets dat nieuw is in de wereld. We zijn het eerste land die dit hebben kunnen ontwikkelen. Het is nog nieuw, zoals ik heb gezegd. We hebben een aantal bedrijven die interesse hebben getoond. Iets meer dan 100 bedrijven.
De vraag is, wat zal de prijs zijn? Dus we hebben besloten om niet te gaan naar één bedrijf of naar één land om te verkopen. We hebben gezegd van oké, het is gewoon open, het is een open markt. De geïnteresseerden mogen dan een bod doen. En vanuit die 100 zoveel hebben we ongeveer 20 die een beetje meer specifieker hebben gevraagd naar informatie. Dus hopelijk kunnen we heel binnenkort een goede prijs verwachten. Als u merkt, zitten we midden in een klimaatcrisis. We moeten ons aanpassen als land. Adapteren aan klimaatverandering is niet makkelijk. Je hebt geld daarvoor nodig, je hebt financiering daarvoor nodig. Dus als we uit deze carbon credits geld kunnen ontvangen, kunnen we dit gebruiken voor de verschillende problemen. We kunnen onze infrastructuur aanpassen. We kunnen kijken hoe we klimaatbestendige landbouw kunnen gaan doen. Dus dit is heel belangrijk als land om in feite ons een klimaatbestendig te maken. Het is een lang proces geweest. Het was geen makkelijke. We zijn als land bezig vanaf 2016. In die laatste fase, dat was vorig jaar, moesten we af en aan rapporteren, corrigeren. Omdat dit een UN-geverifieerd proces is. Dus het was niet makkelijk. Maar met onze weinige capaciteit hebben we toch deze mijlpaal kunnen bereiken. Die tweede fase gaat gepaard met inspanningen nationaal, maar ook internationaal. Omdat bij de COPs die worden gehouden elk jaar, is het steeds een discussie om uiteindelijk te kunnen verdienen uit onze bossen. Uit het feit dat onze bossen CO2 kunnen absorberen. Wat we nu hebben zijn reductiecredits. Maar als we die removal credits kunnen ontwikkelen, dan kunnen we veel meer verdienen. En hebben dus meer middelen beschikbaar om ons te adapteren aan klimaatverandering. Verschillende zaken. Ten eerste dat wij concreet kunnen laten zien dat wij als klein land in de wereld we al in feite voldoen aan die afspraak. Toch om carbon neutraal te zijn, maar we zijn carbon negatief. Plus we zijn in staat om andere landen te helpen. En op een gegeven moment moeten worden betaald voor onze inspanning. Dat is dus één. En ten tweede is dat we dus in feite moeten kijken naar duurzame manieren. We hebben dus een green development strategy ontwikkeld als land. Om te kijken hoe we verschillende sectoren gaan duurzaam gaan ontwikkelen als land. We moeten goede resultaten boeken. We moeten. En het mooiste resultaat is dat we dus in feite die klimaatfinanciering kunnen krijgen. Nou, het hangt van de kopers af. We zijn dus 2 weken geleden gestart met de officiële lancering. We hopen eigenlijk voor eind van dit jaar zover te zijn. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.